Thomas Gorel voor het eerst bij de selectie van de Davis Cup. Om te beginnen, jouw eerste reactie. Ja, ontzettend mooi dat ik er natuurlijk bij zit. Het is voor mij een droom die uitkomt. En ja, ik hoop er nu gewoon het beste van te maken. En hopelijk me echt in het team te kunnen spelen. En of een dubbel of een single te mogen spelen. Omschrijf jouw waarde eens voor dit team. Nee, ik ben ten eerste de enige linkshandige speler in het team. Dus ja, dat is voor andere spelers is dat ook even iets anders. Ja, daarnaast ben ik natuurlijk gewoon heel gevaarlijk met mijn service en met mijn voorhand. En kan ik ook goed dubbel spelen. En daarnaast is het misschien ook leuk voor die andere jongens om toch nog iemand anders erbij te hebben. Die ze aan het pushen is van, hey, er komt toch iemand aan. Hoe lig je binnen de groep? Nou ja, voor zover ik weet heb ik geen ruzie met iemand. En we kunnen het gewoon allemaal goed met elkaar hebben. En dus ik zie daar geen enkel probleem in. En we hebben het gewoon altijd heel gezellig met elkaar. Afgelopen zomer speelde je nog Futures hier in Rotterdam. We zitten nu begin 2011 weer in Rotterdam. En je gaat naar de Davis Cup. Het kan snel gaan, hè? Ja, het kan zeker snel gaan. En blijkbaar kan het voor een Amsterdammer allemaal in Rotterdam gebeuren. Maar nou ja, het gaat zeker hard. En ik denk nog af en toe wel zeker eens terug aan die periode van een jaar geleden ongeveer. Ja, iets minder. Van dat ik daar nog Futures stond te spelen. En dat ik een keuze had gemaakt om te wisselen van trainer. En dat gaat gewoon ontzettend hard, ja.